De kijkers van vandaag een site zagen het gisterenavond totaal niet aankomen. Vlak na de bloederige aanval van Hamas op een festivalterrein in Israël, riep Johan Derkse maandagavond dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben. Het zorgt voor extreem veel beroering, veel mensen vinden dat hij te ver is gegaan. Ook Politiek Den Haag laat van zich horen. Christenunie-lijsttrekker Mirjam Bikker vindt het verwerpelijk, zegt ze in Goedemorgen Nederland. Ik neem daar afstand van van zulke woorden. Het zijn terroristische, vreselijke daden. We hebben net de beelden gezien en ook wat dat betekent voor mensen die gewoon feest vierden in de woestijn. Ze vervolgd, die worden neergeschoten, vrouwen worden verkracht, kinderen ontvoerd. Sorry, maar daar passen dit soort woorden echt helemaal niet bij en ik neem daar de grootst mogelijke afstand van. Mirjam kan niet geloven dat dit gewoon op een zender als SBS6 wordt uitgezonden. Ik vind het vreselijk dat dat op onze tv te zien is, terwijl we weten dat terroristen hier dood en verderf hebben gezaaid. Ze vervolgt, natuurlijk moet je het hebben hoe er wordt samengeleefd door Israël en Palestijnen en dat er moet gekeken worden naar een langdurige oplossing die vrede brengt, maar dat staat los van wat Hamas op dit moment heeft laten zien en ook welke terreur er nog steeds wordt gezaaid. CDA Kamerlid Dirk Boswijk vindt het verwerpelijk. Er is geen enkel excuus voor terreur. Wij stellen die vraag ook niet bij 11 september, dat we zeggen: ja, ze hebben het er ook wel een beetje naar gemaakt. Of de mensen in Bataclan of de aanslagen in Irak, Syrië en Afghanistan, dat we zeggen: ja, daar hebben die mensen ook wel om gevraagd. Hij vervolgt bij de telegraaf: nee, terreur is gewoon nooit goed te praten. Zeg ik daarmee dat alles wat Israël gedaan heeft prima is? Nee, Israël heeft ook dingen gedaan dat je denkt, dat kan ook niet door de beugel, maar dat is geen excuus voor de terreur die wij afgelopen weekend hebben gezien. Dirk Boswijk vindt dat Johan antisemitisme in de hand werkt. Je gaat gelijk generaliseren en antisemitisme ligt altijd heel erg dichtbij. Ik hoop en denk niet dat hij het zo bedoeld heeft, maar hij uite het wel zo. Op dit thema zo communiceren is denk ik heel onverstandig. VVD's Ruben Brekelmans wordt er naar van. Ik vind dat Johan daar op twee manieren uit de bocht vloog. Hij gooide de regering van Israël op één hoop met de Joden, en dat is natuurlijk niet zo. Het tweede is dat ze het er zelf naar gemaakt zouden hebben, maar niks kan een legitimatie zijn voor de vreselijke terreur van Hamas. D66 Kamerlid Alexander Hammelburg vindt dat Johan excuses moet aanbieden. Het is de zoveelste schandalige opmerking als ik heel eerlijk mag zijn. Ik heb daar grote moeite mee. Had hij nooit mogen zeggen en ik hoop ook dat hij daar zijn excuses voor aanbiedt. En oud-Kamerlid Hand Ten Broeke, het is verbijsterend wat Johan Derksen zei. Hij heeft meer verstand van voetbal.